welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer nieuwe make-up testen. In de laatste video waarin ik jullie alles heb laten zien wat ik heb geshopt in Duitsland, heb ik jullie laten zien dat ik een heleboel make-up heb gehaald bij de DM van hun huismerk. Die heet Trend It Up, als het goed is. En ik dacht, ik ga een hele video maken over al deze make-up, want het is een hoop. Ik heb een hoop geshopt en het is allemaal super goedkoop, jongens. Als je goedkoop wilt winkelen, winkels in Duitsland zijn veel minder duur dan hier. Niet alleen de DM, like alle winkels. Ik zou zeker even die video bekijken als je dat nog niet hebt gedaan, want ik heb echt voor ruim €700 geshopt. En ik dacht, ik ga nu de make-up testen, want ik ben heel benieuwd. Het is heel goedkoop, maar is het ook heel goed? Dat is wat we vandaag gaan bekijken. Ik ben al begonnen met deze eye patches, die vond ik wel leuk. Dit soort dingen hebben nooit echt nut, maar ik dacht, ik vond het gewoon wel grappig om aan te brengen. En ze moeten een kwartiertje opblijven, dus dat heb ik alvast gedaan. Maar goed, we gaan dus vandaag met z'n allen kijken wat we van al deze make-up vinden. Als je al wel eens Trend Up make-up hebt gehaald, laat het ons weten in de reacties. Laat we weten wat jij ervan vond. Is het goede make-up? Is het slechte make-up? Ik ben heel benieuwd. Ik heb in mijn leven heel veel betaalbare make-up getest. Dus ja, ik ben benieuwd of het net zo goed gaat zijn als dat af en toe Catrice is of Essence, et cetera. Of juist heel slecht, wat ook heel vaak is. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, even iets anders voordat we beginnen met de video. Jullie vragen me altijd naar mijn sieraden. En vandaag wil ik het even hebben over deze prachtige gouden ketting. Oh my gosh, is die niet mooi? Deze heb ik ontvangen van She Said Yes Jewelry. En dat is een sieraden website met allemaal gouden sieraden. Deze die ik om heb is 10K. Maar ze hebben 10, 14 en 18 karaat goud. En deze is echt heel mooi. Ook de verpakking waar het in kwam. Een hele mooie zwart, een beetje matachtige verpakking. Super luxe, super mooi. I love it. Ik vind het altijd heel belangrijk dat wanneer je iets meer betaalt voor iets, je ook echt de extra effort ziet. En dat is hier echt het geval. Op de website hebben ze echt een heleboel sieraden. Ze hebben kettingen, ringen, oorbellen, sets. Ze hebben echt van alles. Ik ben dus gegaan voor deze ketting. En ik ben er echt zo blij mee. Hij is heel klein en lekker subtiel. Maar wel echt heel erg mooi. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Ik zal ook een linkje zetten beneden in de beschrijving van wat ik nou om heb en hun website. En ik heb ook een kortingscode voor jullie natuurlijk, want ik werk met hen samen en dan heb ik die ook altijd. Dus dan hoef je iets minder te betalen. Het is dus wel echt goud, dus het is wel prijzig. Maar goed, met mijn code hoef je iets minder te betalen. En ik ben er echt heel blij mee. Ik ben er ook mee naar de juwelier hier gegaan om te zien of het echt goud is. Want ik wilde niet zomaar iets aanraden en dan is het straks nep ofzo. Dus ik heb een onderzoekje gedaan en die ik nou om heb is echt 10K goud. Ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje. I love it. Echt een hele fijne en snelle website. En ik ben er echt heel blij mee. Dus alle info staat beneden in de beschrijving. Oké, nou laten we beginnen. Ik ga beginnen met het gezicht of met de ogen. Wat gaan we eerst doen, jongens? Ik denk dat ik ga beginnen met de ogen. Want dan kan ik ook mijn patches nog eventjes ophouden. Ik heb hier een paletje. Dit is het DM Trend It Up Chocoholic Eyeshadow Palette. En het heeft 8 prachtige, beetje bruinige kleuren. En je hebt matte en glanzende kleuren. Ik moet wel zeggen, de prijs is te zien aan de verpakking. Want het is gewoon die slechte kartonkwaliteit. We hebben ook geen spiegel, vind ik ook jammer. Maar ik vind de kleuren er wel echt heel mooi uitzien. Ik zie ook dat het een en ander er scheef in zit. Ik weet niet of je het ziet, vooral hier. Deze is zo scheef erin. Maar goed, hij was ook niet heel duur. Ik heb hier de bon. Volgens mij €4,95. Maar ja, dat is dus niet echt heel veel. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hier gewoon een makkelijke look mee maken. Gewoon een bruine smoky eye, zeg maar. Het heeft wel de perfecte kleur om een hele look te maken. Je hebt een lichte glanzende kleur, een lichte matte kleur, transitiekleuren en 3 glanzende kleuren voor op je ooglid. Ik verwacht niet al te veel van de kwaliteit. Oké, laten we beginnen. Ik ga eerst beginnen met het primer van mijn ogen. Met deze Essence Eyeshadow Primer. Ik breng altijd maar een heel klein beetje aan. Een klein beetje is echt genoeg. Dan pak ik deze lichte matte kleur. En met die kleur ga ik het even vastlokken. Dan ga ik beginnen met deze matte kleur hier. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Nou, die is wat meer oranje dan wat ik had verwacht. Kijk even hoe oranje die is. Terwijl hier is die gewoon echt bruin. Dus zien we dit verschil? Dat is wel uniek als een kleur anders aanbrengt dan dat het is in het paletje. Dan ga ik in met deze kleur hier. Dit wordt gewoon mijn cliché look die ik gewoon altijd maak. Deze gaat ook in de arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Dan ga ik in met deze donkste bruine matte kleur. En die gaat in de buitenste ooghoek. Oh, die is wel gewoon goed bruin. Dat vind ik wel fijn. Want daar was ik een klein beetje bang voor, dat die niet zo goed zou gaan zijn. Oké, nou dit was de allereerste matte kleur die een beetje oké was. Je moet wel echt best wel eventjes blenden, want het blendt niet echt top mee. Maar
Deze is wel oké. En hij heeft ook echt wel een klein beetje de look gered. Dus dat is wel fijn. Oké, welke glanzende kleur ga ik gebruiken? Zal ik een beetje gaan voor een iets lichtere kleur? Ik ga denk ik voor deze kleur. Die andere twee zijn best wel donker. Deze breng ik gewoon zo een beetje wild aan met mijn vinger. En dan pak ik ook nog deze lichte glanzende kleur. Die is niet wittig. Die is een beetje geel-goudachtig. En deze breng ik aan in de middenste ooghoeken. Om een beetje te verlichten. Met een heel klein beetje zo onder mijn wenkies voor een gedift effect. Dit paletje is echt gewoon, hij is niet zo goed. Ja, het is gewoon echt goedkoop. En ja, de kwaliteit is ook gewoon echt niet zo goed. Dan heb ik ook nog een eyeliner. Van DM Trend It Up heb ik hier de Skinny Lining Eyeliner. Dit is een waterproof eyeliner pen. En ik ben heel benieuwd. Hij doet me een beetje denken aan Essence en Catrice en zo. Ook hoe alles gewoon echt zo is vastgelijmd met plakband en shit. Het wil ik gewoon niet loslaten. Het paletje gaat ook niet meer goed dicht. Het is gewoon, zeg maar dit. Oké, dit is dan de pen. Hij is best wel puntig en flexibel. Dus ik ben benieuwd. Hij moet echt goed zwart mat zijn. Oké, nou ik moet zeggen, hij werkt goed. Kijk even dit. Hij is lekker puntig. Hij is niet heel flexibel in de zin van hij beweegt niet mee. Daar hou ik altijd wel een klein beetje van. Maar hij is nog wel flexibel genoeg. Hij is ook niet zo stijf hard, stokhard zeg maar. Hij plakt ook echt goed vast. Wow, dat had ik niet verwacht. Maar ik vind hem fijn. Jongens, dit is de beste wing die ik in lange tijd heb gemaakt. Ik ben echt in shock. Hij is echt heel fijn. En dan heb ik ook nog wat nep wimpers. Deze zijn in principe niet van DM Huizenmerk. Deze zijn van BH Cosmetics. Maar ik wil ze gewoon alsnog opdoen. Dit zijn de BH Cosmetics Lash Squad False Lashes in de stijl Flirty Girl. Deze vond ik er best wel mooi uitzien. Ze hebben daar echt veel nep wimpers. I love it. Alleen ja, gewoon niet van hun brand. Maar goed, deze wil ik dus eventjes gaan opdoen en kijken wat ik ervan vind. Deze zou ook goedkoop. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. De wimpers zitten er ook op. Ik ben niet de grootste fan van de wimpers. Ik vind ze wel mooi. Ik vind ze alleen iets te naturel voor mijn smaak. Ik hou altijd van een iets meer heftigere lash. Maar op zich, als je gewoon houdt van een meer naturel lookje, zijn dit wel echt hele mooie wimpers. Ze worden ook zo voller, zo hier in de hoeken. En ze zijn heel mooi flirty, heel mooi wispy. En daar hou ik van. Oké, ik heb mijn gezicht net geprimed met een glowy primer. En dan gaan we nou in met een nieuwe foundation. Van DM Trend It Up heb ik hier de Rosy Touch Up Makeup Foundation. En ik heb hem in de kleur 050. Foundation en concealers waren echt een ramp. Ik heb ook gewoon geen concealer, maar ik heb toch wel iets gevonden. Deze lijkt oké te zijn qua kleur. Ze hadden ook niet heel veel kleuren. Het heeft een healthy glowy effect staat hier. Dus het geeft zo'n heel mooie glow aan je gezicht. En daar hou ik van. Vandaar dat ik ook heb geprimed met een glowy primer. Ik weet verder niks van de dekking of zo. Want alles is in het Duits en ik kan geen Duits. Maar ik denk dat het gewoon een lichte of medium dekking gaat hebben. Vooral omdat het dus een glowy finish heeft. Die zijn nooit echt volledig dekkend. Dus ja, ik ben benieuwd. Het is weer lekker mooi vastgeplakt met plakband hier. Het is echt een ramp om deze verpakking open te krijgen. What the f. Oké, het is gelukt. Het heeft gewoon zo'n pompje. Laten we kijken. Ik hoop echt dat de kleur goed gaat zijn. Want ik ga vanavond uit eten. En ik ben van plan deze make-up op te houden. Oh, het lijkt een beetje donker zelfs nog. Oké. Laten we proberen. Oh, dit was by the way de donkerste kleur. Dus dan witte dat. Ik denk dat ik hier wel mee kan werken. Qua kleur. Ja, ik zie al gelijk. Het is echt best wel glowy. De kleur is denk ik zelfs nog iets te donker voor mij. Kijk even vergeleken met mijn nek. Ik hoop niet dat het gaat oxideren en nog donkerder wordt. Maar we will see. Gewoon lekker snel inblenden. En ik trek het door naar mijn nek. Wow, het is echt best wel donker. Oké. Nou, ik vind het niet eens per se zo heel slecht, joh. Het is wel echt super glowy. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, je dit niks gaat vinden. Want het geeft wel een beetje een, ja, zelfs een beetje een vettige finish. Ik heb een droge tot normale huid, dus voor mij maakt het niet echt uit. En het heeft inderdaad een lichte tot medium dekking. Gewoon precies wat ik al had verwacht. Alleen die kleur, jongens. Dit is de donkste kleur, like what? Maar goed, ik vind, oh, ik moet echt een beetje weer gaan bruinen. Ik ben zo wit op het moment. Bij mijn kin is het wel een beetje aan het opfrommelen. En om mijn mond heen ook. Ik weet niet of ik daar zo blij mee ben. Ik probeer het toch extra in te deppen. Het is al gewoon heel aan het opbreken om mijn mond heen, zeg maar. Oké, nee, jongens, ik ben geen fan van de foundation. Ik heb volgens mij verder niks meer echt voor het gezicht. Alleen nog een blush. Ja, ik heb alleen nog een blush en lipsticks. Dus ik ga even mijn gezicht afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. One eternity later. Daar ben ik weer. Gezichtsmake-up afgemaakt. Mijn gezicht ziet er ondanks de iets wat slechtere foundation best wel oké uit. Want de rest van de producten die ik heb gebruikt zijn gewoon echt heel, heel erg goed. Dus ja, ik ben blij met hoe ik er nou uitzie. Ik ga nou verder met blush. Van
DM trended up heb ik de powder met glow effect blush in de kleur 040. Deze vond ik er heel mooi uitzien en hij heeft een glow wat dus inhoudt dat ik niet meer hoef in te gaan met een highlighter. En daar ben ik heel blij mee. Volgens mij hadden ze die wel, maar die heb ik niet gekocht. Nee, heb ik niet gekocht. Ik weet niet waarom. I don't know. Maar goed, dit is dus de blush. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. En laten we hem gaan aanbrengen. Ik hou altijd van een glowy blush. Want dan heb ik een soort van blush en highlight in één. En dan dep ik het gewoon zo op. Er komt niet heel veel kleur vanaf. Je moet wel wat aanbrengen. Er is bijna meer glow dan kleur. Maar het is oké. Oeh, ik vind het wel mooi. Ik hou altijd wel van een goede glowy blush. Op zich is het wel fijn dat er niet in één keer te veel kleur van afkomt. Want als je te veel blush aanbrengt, is het heel moeilijk om weer terug te gaan naar wat minder. Dus je kunt er beter iets te weinig kleur hebben gelijk dan te veel kleur. Oh, kijk even mooi. Is het nu niet letterlijk alsof ik ook een highlight op heb? Zien we dit? Hij is super glowy. Hij is misschien zelfs nog iets te glowy naar mijn mening. Ik vind het mooi. Ja, ik hou ervan, jongens. Er zullen misschien nou mensen zijn die iets hebben van Sarah way too much glow. Maar ik vind het wel mooi. Het is nog net op de grens. Voor mij is het nog net oké. Het is inderdaad wel meer glow dan wat ik gewend ben van een glowy blush. Maar het is zeker wel mooi. Oh, ik vind het echt heel mooi. I like it. Dan heb ik echt nog een heleboel lipproducten. Want die hadden ze echt heel veel. Dus ik heb er een hoop gehaald. Ik ga beginnen met deze producten. Dit is de DM Trended Up Hero Matte Lipstick. En ik heb hem in twee kleuren. Een beetje een bruinige nude kleur en een iets fellere roze kleur. Ik ga beginnen met de roze kleur. Dit is echt een hele aparte roze, een beetje rode, roze-achtige kleur. Ik ben benieuwd. Hij is gewoon mat. En het is gewoon zo'n potloodje, zeg maar. Oké, dit is wel echt een heel makkelijk product om te gebruiken. Het is gewoon een lipstick en een lippotloodje in één. En hij is ook lekker puntig, dus heel fijn om mee te werken. Ik moet zeggen, hij moet mat zijn. Hij is ook wel mat, maar ook weer niet. Ik denk dat hij best wel wat afgeeft. Ja, niet heel veel trouwens. Hij geeft minder af dan dat ik dacht. Hij heeft ook een beetje glitters erdoorheen. Ja, er zitten allemaal van die hele kleine glittertjes erheen. Ik vind de kleur ook, by the way, wel echt heel mooi. Ik hou van zo'n mooie rozige kleur. Ik denk dat ik het mooi vind. Die glitters hadden niet per se gehoeven. Die maken het een beetje meer goedkoopachtig. Maar het is super subtiel, jongens. Oh, ik vind de kleur ook echt mooier dan verwacht. Kijk even deze kleur, hoe mooi. I love it. Welke kleur is dit? Dit is kleur 020. Heel mooi. Oké, ik ga maar ook eventjes in met deze andere kleur. Dit is de kleur 060. Oké, het wil er ook echt bijna niet afgaan. Dit is echt een vreselijke kleur. Mijn lippen lijken dood. Echt een vreselijke kleur. Ik vroeg me ook af of er wel iets van af kwam. Maar er komt wel echt iets van af. Wat ik fijn vind aan deze lipsticks is je brengt ze aan en dan voelen ze creamy. Maar ze drogen op, zeg maar. Ze drogen helemaal op naar zo'n matte look als hoe je hier ziet. Deze ook weer super mat. Ik ben alleen echt gewoon geen fan van de kleur. Het is een beetje een grijzige ondertoon. En daardoor lijken mijn lippen echt gewoon dood. Dus dat vind ik niet zo. Maar deze kleur vond ik echt fantastisch. Dan heb ik ook nog twee andere lipsticks en een lippotloodje. Van DM Trended Up heb ik de Clean & Precise Lip Liner in de kleur 660. En dan heb ik de DM Trended Up Ultra Matte Lipstick in de kleur 486. En ik heb de DM Trended Up Pure Nude Lipstick Semi Matte Finish in de kleur 040. Oké, deze ga ik even proberen. Ik ga beginnen met dit potloodje. Oeh, hij is een klein beetje gesmolten. Wel een hele mooie bruine kleur. Kijk deze kleur. Nou, ik had het niet per se verwacht, maar dit potloodje is fijn. Ik had verwacht dat hij zo goedkoop en hard zou aanvoelen. Maar hij is echt heel creamy en heel mooi nude bruin. Zien we dit? I like it. Dan ga ik eerst in met, even kijken, ik denk dat ik eerst inga met deze. Dit heeft een semi-matte finish, kleur 040. Deze is een beetje paarsachtig, zien we dit? Ja, ook geen fan van deze kleur. Heeft ook een beetje die grijzige ondertoon. Dus mijn lippen lijken weer dood. Hij is wel fijn. Hij is gewoon lekker creamy. Hij is dus semi-mat. En dat klopt op zich wel. Hij is niet zo mat als een matte lipstick. Maar ook niet zo creamy als een normale creamy lipstick. Dus dat klopt. Als je daarvan houdt, vind ik hem heel fijn. Want hij heeft echt lekker veel pigment. En hij brengt gewoon fijn aan. Maar ik vind gewoon de kleur. Ik ben gewoon geen fan van de kleur. Oké, dan deze laatste lipstick. De Ultra Matte in de kleur 486. Deze is ook zo bruinig nude. Maar ik zie ook weer een beetje een grijze ondertoon. Ik weet niet wat het is met al deze grijze ondertonen. Wie wil dat nou? Dat is toch helemaal niet mooi? Oeh, hij ruikt ook echt naar chocola of zo. Hele aparte geur. Deze brengt ook echt super creamy aan. Van alle nude kleuren vind ik deze wel het beste. Dus de kleur 486. Hij moet dus mat zijn. Is hij mat? Ja. Op zich wel. Ja, niet echt. Ja, nee, niet echt eigenlijk.
Er staat dus echt op ultra mat. Dus ik verwacht hem net zo mat als deze andere. Maar dat is niet per se. Hij is wel gewoon oké. Het is een oké lipstick. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look met de Trendy Dab make-up van de DM. Wat vonden we ervan? We hebben echt wel een aantal goede producten gevonden. Waar ik echt, echt heel blij mee ben, is deze eyeliner pen. Dit was echt het beste product vandaag. Alle lipsticks vind ik ook gewoon goed. Ook deze blush vind ik ook heel mooi. Het enige wat ik gewoon echt niet aanraad is dit oogschaduwpaletje. Qua verpakking en zo is hij super goedkoop. Hij gaat niet eens dicht meer. En ik vond hem ook gewoon niet zo mooi op de ogen. Je moet super lang blenden. Komt niet heel veel van af. Dus al met al vond ik die gewoon niet zo. Voor de rest, oh, en de foundation ook niet. Deze is al gelijk helemaal zo aan het opbreken om mijn mond heen en bij mijn kin en zo. En gewoon niet genoeg kleuren. Ik vind het helemaal niks. Voor de rest raad ik alles aan. Ik zet alles wat ik vandaag heb gebruikt beneden in de beschrijving. En ook een linkje van deze ketting. Mocht je ook een leuke sieraad willen shoppen. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat me weten in de reacties hieronder wat jij van al de make-up vond. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!